Ja, hoor ik daar, maar dit is een poetje. Kenny. Ja. Samen zijn wij Polestar. Welkom bij een nieuwe vlog van Polestar. Ja, we liggen even in bed, want het was net aan het onweren. Dat kan natuurlijk ook aan zee, dus aan het onweren is slecht weer. Dus het regen, maar was er al in, zo, trouwens. Ja, ik was ook boodschappen aan doen, want de regen was rap plattig. Maar dat is niet erg. Helemaal nat. Ze moet niet smelten, dus, hè. Dan gaan we nu eens kijken. We gaan het ontbijt namelijk. Dus we zijn nu gepakt. Ja. Dus, en dat is toch kort. Dat was het hoor. Ja, dus dan gaan we nu lekker opsmieten. Ja. Het is heel goed buiten. Het is vandaag niet goed. Zie, het is ook regenen. Het is ook een verbeterd nog. Maar ja, morgen gaan we naar huis. Dus één dag dat is normaal gezien. En telkens hier hebben we ook moederdag gehad, ik denk misschien een belachelijk, maar hier in Sint-Niklaas in Antwerpen vieren ze dat. En dus heb ik voor mijn moeder een cadeau gekocht gisteren al. En hier is voor haar een cadeau. Dat is heel gewerkt nu gewoon. Hier heb ik last, dat het goed blijft. Ik heb mee naar huis natuurlijk. Morgen. Dan zal je het voor een plakje hebben. Dan moet ik het nog laten plakken. Nee, ik kan het niet zo goed plakken. Hè. Dan de papiertjes naar, dat doe ik. Wow, dat is leuk. En dit staat er ook mensen. Mooi. Wat ze heel graag hebben, dus ik heb het ook al voor haar. Ze weet dat ik een beetje tassen verzamel, alleen niet meer van de alles. Maar... Hier waren de kaarten, dus nu zijn dat tas. Denk het. En een schildpadje. En een schildpadje noemt, wat namen staan er hierop? Taylor, niet die ook al was. Ja. Ah ja, ja, dat is grappig, dat is wel heel toepasselijk. En wat heb ik dus voor mezelf gekocht heb, want moet ik ook laten zien, is een schildpad. Dat is hem. Dus dat is hem. En dan had ik ook nog een stilo. Een pen. Voor het ziekenhuis te steunen van de diertjes. Dus operaties kunnen uitvoeren en zo. Dat hebben we dan ook. En dan het laatste is deze. Ga je naar Mila, kan dat? Heb je dan Mila toevallig wat hier staat? Nee, Mia. Mia, dat is ook goed. En dat is dus wat we dan gekocht hebben. Dat zou dan zo zijn. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken, omdat het niet echt in het Nederlands staat. Ja. Maar dat komt wel goed. Dat is wat we gekocht hebben in Syrië. We zijn weer op veld, want we gaan nu naar de winkelstraat, want we gaan dan eens kijken of we daar iets vinden. We kunnen kopen, dus we gaan eens kijken daar. Het is momenteel niet aan het regenen, gelukkig maar, want de morgen was echt wel slecht weer. Dus we gaan eens even kijken. We hebben ons dik aangekleed, je kunt zien. Maar we dachten dat het zou koud zijn, maar dat was het niet. Dus dan gaan we nu naar de winkelstraat. We lopen ondertussen in de winkelstraat. Het is niet zo druk, want ja, het is binnen regen. Dus dat is eigenlijk al een voordeel op zich. Ik ga het beter gezwegen. Ja. Dat is wel. Niet zo'n Engels van Amsterdam. Dus ja. We lopen nu dus een paar in de regen. Het is wel een mooie winkelstraat eigenlijk, zoals je ziet. Ja, we moeten zo wat meer naar achteren gaan, ja, dus ja, dat hoort erbij. Het is eigenlijk, ik heb gekeken dat het om maar van die 5 dagen dat we hier aan zee zitten, dat er maar 1 dag nu vandaag regen hebben gehad, dat hebben we eigenlijk al heel veel geluk gehad. Hè. Dus dan valt het wat nog mee. Dus hebben we altijd al heel goed weer gehad. Dus, daar heb je dus ook nog een straat met allemaal winkeltjes. Ja. De mensen die schuiven. Dus wanneer het aan regenbuien gaat of zo. Ja. Ze zijn eigenlijk allemaal bijna dezelfde winkeltjes. Als je dat ziet.
gaan we nu spannen aan Bart. We zijn al dichter bij de Bartpit. En zoals je kan zien, en ze open gelukkig, want met die feest dat tegenwoordig moet. Ze zijn even winkels open, dus. Als gelukje hebben we ons nog daar. Mooi. Ziet happen. Hier zijn aapjes. Hier zijn ze. De aapjes. Oké, ze gaan kijken. Ziet hier nu een regenboog op het water. Dat is een mooie regenboog. Kijk, hoe mooi. Dat is ook prachtig. Dus ik loop weer eens naar de winkelstraat, maar deze keer om Shana van ons haar zit te brengen. Of het uur, want ja, we hebben dat wel gekocht, maar helaas is die opgeraakt. Dus is het beter dat ik het weggeef aan iemand die het nog kan gebruiken en kan opeten om het zelf weg te gooien. En de verspilling. Dus nu kan ik er eigenlijk gewoon iemand mee blij maken. Dus dat gaan we nu even doen. Als ik hier even staat dood ben gegaan, want het is kei druk. Het is niet meer zo lekker van morgen, want het weer is. We hebben heel veel onweer gehad, maar het is terug beter. Dus ik heb hier afgesproken, dus dit is de kruisweg. Op afspreken is het trouwens daar. Ik weet niet dat ik ze gezien heb. Het potje. Ja. Hallo. Hm. De hotel gebleven. Hela. Ik ben al hier. Ik dacht, kom eens alleen, hè. Oh, arme. Ik was nog zo blij van je mama te zien. Ja, maar ze moest een beetje rusten, want ze is ook verbrand. Is ze verbrand? Ja, het onlangs is ingesmeerd had toch. Oei, ja. En wanneer vertrekken jullie vandaag? Morgen pas. Ah, morgen. Oh. Ja. Zie je wel? Ik dacht dat het vandaag was. Normaal was het wel zo, maar we zijn nog een nachtje dan erachter bij geboekt. Dus nee, dus vandaag blijven. Hè. En wat doe je nog? Dat weet ik niet, dat hangt een beetje af van het weer. Ja. Normaal zou we het moeten opklaren nu. Normaal geven ze geen regen niet meer uit. Dus doe op. Dat is serieus aan het onweer. Hè. Het al geven, hè. Of ook het nog vergeten geven. Ik heb het hier juist, hè. Amai. Mama was met de hondjes naar buiten en ik was alleen thuis. Ik hoorde haar tot op kasteeltje. Dat was een heel grote harde donderslaan. Zo... Ja. We waren juist op hotel als we om te onweren. Want we waren ook in de winkelstraat aan het wandelen en zo. Maar normaal geven ze hier voor hier nu morgen droog. En dan donderdag en vrijdag weer onweer. Ja, maar dat ben ik toch niet. Dan ben je al terug thuis. Ja. Ja. En wat gaan wij doen? Ga ik je anders zeggen? Moet je er een checklist zijn? Ja, ik weet het misschien. Wat ga je mij dan niet zeggen? Maar het is morgen jarig, hè? Ik heb vandaag een cadeautje aan. Dus ze mag het niet weten. Ah ja, dat niet. Ja, ja, ja. Gaan we nog iets drinken? Ja. Of moet je naar mijn moeder? Nee, ik moet niet naar mijn moeder. Mijn moeder is daar gewoon alleen. Oh, ik vind het spijtig dat ze ja. Ja, hoor ik daar, maar ja, dit is ook goed. Kijk. Ah ja, ik kijk naar mij. Cola. Ja, we zitten hier samen. Is die eigen ook zo'n televisie? Kijk, voilà. Dus dat zijn die mensen waar we mee afgesproken hebben. Ik kom niet streng. Kijk, de mensen zijn weg niet daar. En nu gaan we ook naar binnen. Want we zien nog altijd dat hotel hier. Zeg en namelijk nu om de dochter om een cadeautje voor de mama. En de mama gaat zelf naar huis, denk ik. Dus die is morgen jarig, denk ik, of vandaag. Morgen, denk ik. Dus dan moeten we dan morgen zeker de vlog zeggen. Het is dus nu op de kamer namelijk, omdat ja, de net wat er gewoon geregen. Het is ook beter weer. Maar we hebben een verzoekje gekregen, een paar dagen geleden eigenlijk al. De zondag was het trouwens. We hebben mail gekregen. En we moesten de groetjes doen aan... Laurens Klaas. En dat is van Karim en Rasha.
Ik hoop dat ik jullie naam goed uitspreek, want ik ben er niet zo sterk in. Dus met deze komen jullie in de vlog. Dus als mama het geld heeft geteld, kunnen we straks eventjes naar de andere pier om daar ook even iets te laten zitten. We zijn nu aan de pier, de tweede pier eigenlijk. Die is al een beetje ouder. En ze gaat daar niet graag op. Nee, ja, dat niet. Dus het is gewoon als er eik op zit. Dus doe dan maar een duimpje omhoog om haar te steunen. Daar ben ik even nieuw gedoofd. Zeg het maar. Wel, ik weet dat de vorige keer met Kenny, want hij was echt wel. Toen was ik al verder, was ik al terug. Ik dacht, nee, ik ga niet verder. Maar hé, mama, zeg nee, echt niet. Maar ze doen precies zo'n beetje opgelapt, precies. Ik denk het, die plank opgelegd. Het zal nodig geweest zijn ook, want de planken lagen eigenlijk maar los. Ja, maar los. Dat is het niet. Zeg. Kijk daar. Kijk, daar is een vogel. Ik weet niet of je dit kunt zien. Met een vogel. Ah ja, kom best. Hier, hier. Ja, daar ja. Oh, dat is mooi. Wat is dat voor iets? Ik denk dat het jong 7 dingen is. We kunnen ook uit de kinders krijgen. Zeker een aanrader weer op te lopen. Ja, is een beetje. Dat was. Ik denk dat je hem dan misschien de oude. Dat zijn twee zeemeeuwen. Daar zitten er veel. Ja, het is erom, gaat het gek. Dat zullen we niet nodig hebben, zeker. Hè? Wandelen. Wat zou het daar eigenlijk zijn? Alleen. Je weet daar niet. Waar ligt daar? Ja, ik weet niet wat daar ligt. Het zal ook wel Blankenberg zijn, waarschijnlijk. Ja.
moeten dat met dat bosje hier naar plaats achter. Familie zeemeel. Helemaal zeemeel zo. We zijn aangekomen. We gaan naar een restaurant. Het plankje waren niet zo goed. Nee. Dat was wat minder. We zijn er nog geraakt eigenlijk. Ja, hierom. Ik heb het gebied. Voor de vlog, want je wil stem aan die kant op hier. Met dat stuk. Dat is ook te goed als kant. Het is aangebracht, dat is sorry. Hier is een oude poort. Het gaat bij restaureren, maar ze hadden het niet meer. Kijk, dat is dit. We zijn hier aan het vissen. Dat is de dingen. Dieper in de zee als het zit. Daar slaap. Trouwens hier buiten, wat hier ook mag zijn, dat weet ik eigenlijk niet goed. Dus dat is wel leuk eigenlijk. Hè. Een leuk ding om hier te lopen, daar heb je dan meer boten. Die achterhaal. Hij staat hier op de put, de pukkenbank. Kijk, wauw. Zie je dat daar? Dat is een bloemetje. Heel veel afval. Afval in deze mooie zee. We lopen hier even de s'avonds nog rond. Dus we zijn nu een beetje aan de andere kant van de haven. Ja. Omdat we eigenlijk we willen graag de zeehonden was het weer, rustplaatsen zien. En we hopen het te vinden, want we weten het niet echt zijn. Maar het is erbij dat we nu eens komen kijken wat rustig is. En ook omdat het een beetje wel nog warm is, maar niet te veel zon is voor op een arm. Ook wel, ja. En dat is aan de andere kant van de jachthaven. Het is wel heel mooi. Het ruikt hier wel goed. Ja, wel. Ja, dat kun je natuurlijk niet raken, maar wij wel nee, natuurlijk. Wij wel. En ja. We zijn hier trouwens nog eens geweest, een paar jaar geleden. Ja, ja. En dat was heel tof om hier nog eens te komen natuurlijk, om dat ook aan jullie te laten zien. Dus, en mijn vriendjes zijn er aan het zwemmen. Ja, dan over de zeemeeuwen natuurlijk. Hè. Ja, natuurlijk. Even duidelijk stellen. Natuurlijk.